rol die een legioen, de supporters überhaupt eigenlijk spelen, is dat ze ja, nooit eigenlijk opgeven. Zeker niet in die momenten dat het even je zwaar valt. Of bij een speler, of bij momenten in de wedstrijden dat een tegenstander even beter is. Even de overhand krijgt, ja, dan zie je altijd het publiek het lied in gaan zetten. Ja, en dan dat hoor je natuurlijk toch op het veld. En dat is maar goed ook, zeker hier in de Kuip, want dat heeft menig speler en team elk jaar eigenlijk geholpen. Intimilaag thuis. Dat was toch op een gegeven moment ook nog billen knijpen. Nou, en dan is het ook wel voelbaar, die spanning. Maar als zij dan toch beginnen te schreeuwen en toch dat lied weer beginnen te zingen, ja, dan heb je daar toch wel steun aan. En dan heb je toch het idee dat je toch met meer als 11 man bent. Zo. Zijn we dus in, waar was het, in Zuid-Amerika geweest en daar waren ze ook. Dus daar moest het, dus ja, overal ter wereld, Japan zijn ze ook geweest. Dus wat dat betreft, en dat zijn dan gewoon oefenwedstrijden geweest in de voorbereiding. En ook een keer na het seizoen. Dus ja, weet je, ze waren er overal. En dat is wel iets wat hun symboliseert natuurlijk, dat ze er altijd overal zijn.